jouw teneur als team. Dus ja, zeer tevreden. De eerste helft had je het nodige te doen. Is dat iets waar je dol op bent als keeper of liever niet zo ziet? Ja, als je ze tegenhoudt, kom maar met 100 ballen. Dat maakt mij niet uit. Als je ze tegenhoudt, is het altijd lekker. Ja, het liefst heb je dat wij de kansen creëren natuurlijk. Dus ja, het gaat om winnen. Dus we willen goals maken. Verdedigen natuurlijk gewoon supergoed als team. Ja. Jullie wel even bedankt in de rust, zeker? Ja, zeker, zeker. Ja, natuurlijk. Het is een geweldige keeper. Tijmen Nijhuis. En zeker te bedanken voor hem dat wij de eerste helft nog de 0-0 hebben weten te houden. En de tweede helft klapten wij dan een soort van bovenop. En kregen wij de mogelijkheden misschien om een doelpuntje te maken. Maar dat gebeurde jammer genoeg niet. Bij rust staat het dan 0-0 tegen MVV. Dat is denk ik oké. Okay. Breekt die tweede helft aan. Gaat het voetbal aan het lopen? Ja, klopt. De eerste 5 minuten komen we wat beter uit. Geven denk ik goed signaal af. Ook naar MVV dat ze misschien toch wat meer teruggaan. Dan komen er wat meer ruimtes. En dan zie je dat we ook wel aardig kunnen voetballen. Ja, zodra ik de momenten zie dat ik kan aanvallen of kan opkomen, dan benut ik ze. En dan wie weet krijg ik de bal. En dan zijn mijn bedoelingen om of een voorzet te geven of een actie naar binnen en misschien op goal te schieten. En dat is vandaag gebeurd. Schoot ik de bal jammer genoeg op de paal. Maar uiteindelijk willen we allemaal naar het eerste. Daar doen we het voor. Maar dit is een supermooi podium om te laten zien wat je kan. Heb jij het idee dat jij je op dit moment behoorlijk aan het profileren bent? Je houdt nu 2 keer de 0, dus zeer tevreden mee. En je moet het niveau vasthouden. Want je bent zo goed als je laatste wedstrijd, dus nou weer focus op de volgende wedstrijd. Dus, Maar ook een berichtje vanuit Zeist afgelopen week? Ja, klopt inderdaad. Ja, geselecteerd voor Oranje 120 nu. En ik hoop dat ik word geselecteerd voor de definitieve selectie en aan de trainers kan laten zien dat ik, dat ik erbij hoor. De eerste paar wedstrijden was een beetje moeizaam en moesten wij echt een team worden. En dat begint het langzamerhand te worden. Dus ik hoop dat wij het draadje gewoon zo oppakken en uiteindelijk verder groeien als team. En dat wij spelen nu 2 keer achter elkaar gelijk, maar dat wij dan ook gewoon voor de 3 punten gaan. Nou, zeker in verdedigend opzicht hebben we nu al een paar stappen gemaakt die we vorig jaar wat later hebben gemaakt. En als je goed verdedigt, dan kan je daarna focussen op het aanval. Dus nu moeten we volle bak trainen op die aanval en goals gaan maken.